De 25.000 rond het circuit van Zandvoort zagen het Oostenrijkse meisje Grete Wintersberger als enige vrouwelijke passagier meerijden in de internationale zijspanraces. Behalve deze Oostenrijkse equipe starten hierin nog renners uit België, Duitsland en Nederland. Onze landgenoot Henk Steeman, nummer 62, bewees in deze race dat hij tot een rijder van Europese klasse is opgeklommen. Nadat hij samen met zijn uitstekend reagerende passagier de twee eerste manches van 6 ronden al op zijn naam had gebracht, wist hij ook in de derde manche zijn concurrenten voor te blijven. De enige equipe die hem nog enigszins kon bedreigen was de Oostenrijkse Pongratz Grete Wintersberger, nummer 58. Steeman zorgde met een gemiddelde van 107 km per uur voor de enige Nederlandse overwinning bij deze races. Het grootste rennersveld vertrok in de 500 kubieke centimeter klasse. De 31 machines scheurden met geweld over het circuit. Alleen in de soms vrij scherpe bochten vaartminderend, maar daarna weer op volle kracht vooruit. De Tsjechische rijder Stašný, nummer 7, die al in de eerste ronde de leiding had veroverd, wist zijn voorsprong geleidelijk te vergroten. Achter hem vochten de Nederlanders Veer en Bakker een fel duel uit om de tweede plaats. Bakker won deze strijd doordat Veer moest opgeven. Winnaar van de race met een gemiddelde van 131 km per uur werd de Tsjech František Stašný.